Ja, 4-0 is een duidelijke uitslag inderdaad. Ik denk dat we het hartstikke goed gedaan hebben vandaag. Eerste helft spelen we goed. Sorry, tweede helft hebben we het in het begin een beetje moeilijk. Maar ik denk dat we echt op hele goede momenten scoren. Echt fantastische goals eigenlijk. Ja, en dan speel je de wedstrijd zo hartstikke mooi uit. 4-0. Net voor carnaval. Dus, ja, ik wil niet overdrijven, maar halfweg de tweede helft was het even gallery play. Bij jullie lukt echt alles. Ja, het ging goed, ja. Alleen je moet wel opletten dat je wel gewoon normaal blijft spelen. En ik denk dat we dat wel gedaan hebben, zeker met respect voor Eindhoven. En ja, natuurlijk, Eindhoven is gewoon een goede ploeg. Alleen ja, het gaat iets minder de laatste tijd en dat is zonde. Alleen ik denk als ze het oppakken dat ze zeker play-offs kunnen gaan halen. Ja, want FC Eindhoven had een slechte dag en jullie hadden een hele goede dag. Ja, uiteindelijk, zeker in het benutten van de kans, hadden we een hele goede dag. Want geweldige goals dat we gemaakt hebben. Echt, het was genieten. Ja, zou dit nou de norm van FC Den Bosch kunnen zijn of moeten worden? Ja, maar dat hebben we in het begin van het seizoen ook al. NEC speelde heel erg goed. Ik denk Go Ahead hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Dus ja, het zit er echt in. We kunnen echt heel goed voetballen. Alleen ja, wat je zegt, de norm, als je die zo hoog kan leggen. Maar dat betekent dat je iedere week dit moet kunnen laten zien. En ja, dat is soms nog lastig. We hebben veel jonge jongens. Alleen... Ja, het zou wel heel mooi zijn als we dit als lat kunnen neerleggen. Alleen, we moeten niet overdrijven, want het ging wel heel goed vandaag. Het was ook een echte middenmootkraker in die zin. De ploeg die zou winnen, die blijft een beetje aanhaken. De ploeg die zou verliezen, die haakt een beetje af. Dat heeft natuurlijk echt goede zaken zo vlak voor carnaval. Ja, dat is wel lekker hè, vlak voor carnaval. Maar nee, ja, tuurlijk. Je weet, volgens mij was het een heel klein verschil tussen ons beiden. En we staan eigenlijk allebei een beetje op het randje van play-off plekken. Dus ja, vorige week was het voor ons al een hele belangrijke wedstrijd tegen Telstar. Die we winnen van een heel goed team. En vandaag eigenlijk een directe concurrent inderdaad. Die je met 4-0 verslaat. Dus ja, dat geeft een heel goed gevoel, kan ik je zeggen. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, de komende dagen Oeteldonk of Lamp? Ja, een beetje van beide, denk ik. Valkenswaard ook nog eventjes. Dus maandag gaan we met het team gezellig met z'n allen wat hier Oeteldonk in. Dus dat komt wel goed hier.